Team van de Week pakket. Ik kan je verklappen, jongens. Het is een inform. Het is een zwart kaartje. Ja, dit moet een shock voor jullie zijn, jongens. Mijn rewards op mijn eigen kanaal openen. Packs met Pasky, zonder Koen. Het nare joch uit Amsterdam was zo druk dat hij helaas geen rewards filmpje kon maken dit keer. Maar gelukkig heb ik ze wel zelf opgenomen, de rewards, en opgenomen. Dus ik kan jullie nu mijn rewards laten zien van afgelopen week. Ja, dan zijn ze mijn rewards. We hebben Elite 3 geëindigd. Het was een dramatisch weekend. Ik kon geen Elite 1 meer halen. En ik had ook niet echt zin meer om voor Elite 2 te gaan. Dus ik ben bij Elite 29 gewoon gestopt. Ik had nog 33 kunnen halen. Maar goed, dat maakt even niet uit. Gaan we eens kijken. Of we geluk hebben. Een mooie team van de week. Met Aguero, Neymar en met Hazard. Dus één van die drie zou geweldig zijn. Maar er zitten ook nog een paar andere goede bij. Zoals die van de Real Madrid, die centrale verdediger. Ik heb volgens mij ook 120k weg. Dus als we zulke gasten hebben, is ook prima. Ik begin met mijn Jumbo zeldzame spelerspakket. En ik open hem nu. Daar komt hij, jongens. Het is een goede speler. Geen inform. Het is. Zego. Dramatisch. Dat is janken. Oh, Sancho. Ja, dat is. Hier word je niet echt blij. Hier word je zeker niet blij van. En deze gaan we allemaal lekker kwikcellen. We hebben tempo, jongens. Komt-ie. Elite 3, team van de week pakket. En ik kan jullie verklappen, jongens. Het is een inform. Het is een zwart kaartje. Het is. Oh, die is nog best redelijk. Maar het is niet de beste. Ik had toevallig vanochtend gekeken naar hem. En ging nog wel voor vanochtend al best veel weg. 70k of zo. Best goede kaart. Ja, dit is natuurlijk dramatisch. Maar ja, goed, die milieu. Kijken, volgens mij gaat hij echt voor 70k weg. Nou, oké, inmiddels minder. 50k mag blij zijn, denk ik. Goed, Elite 3. Mag misschien niet heel veel klagen. Maar het kan altijd beter. Ja, niet heel ontevreden. Kijk, Elite 3, prima, op zich die rewards. Deze week hebben we wel Elite 1 gehaald. Dus aanstaande donderdag hebben we weer een mooie pack opening. Monthly plus allebei Elite 1, Koen en ik. Dus Elite 1 Monthly, Weekly Elite 1. Dus dat worden gewoon hele goede rewards. Ik hoop dat we donderdag gewoon weer goede packs hebben. En dat filmpje kunnen jullie gewoon weer bij Koen natuurlijk op zijn kanaal vinden. Bedankt voor vandaag. Tot de volgende keer.